gaan naar het dal. Ik kan niet meer remmen. Nee. Oh, we gaan eraan. We gaan eraan. Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten, deel 13. Haha, en vandaag op jullie verzoek hebben wij de remvloeistof vervangen voor water. Uh-oh. Ai. De remvloeistof is eruit, dus laten we even nieuwe tappen. Ziet er een stuk helderder uit dan wat eruit kwam. Mooi, de remvloeistof is eruit, water zit erin. Zijn we klaar? Nee. Nou moeten we nog gaan ontluchten. Dat remsysteem zit nu gevuld met lucht en lucht kun je natuurlijk samendrukken, dus dat werkt niet. Hoe ga je die lucht nou eruit krijgen? Je gaat pompen met het rempedaal. Hou je de rem vast. En dan zitten onder bij de remklauwen en bij de trommels zitten ontluchtingsnippeltjes. Draai hem even open. Psst, komt lucht eruit. Draai hem terug dicht. Pompen. Vasthouden. Open. Psst, lucht eruit. Vast. Pompen. Vasthouden. En dan op een gegeven moment dan komt er dus vloeistof uit. Er zitten nog belletjes in. Nog een aantal keer doen. Tot er ook geen belletjes meer uitkomen. En is je ontlucht, zorg dat je op tijd eventjes water of remvloeistof bijvult, hè? Zeg maar hoor. Doe maar. Vast? Ja. Ja. Vast? Ja. Mooi. We hebben bij alle vier de wielen de lucht er even afgelaten. Dus hij is goed. Nog een beetje bijvullen. Dopper op. Kunnen we gaan testen. Is dat een goed idee? Voor nutteloze experimenten deel 13. Klooien met de remmen. Oh. Ai. We gaan het testen. Ah, het werkt. Het werkt. Ja, vooralsnog werkt het eigenlijk perfect. Hij remt keihard. Maar ik denk dat het nou tijd wordt dat we de remmen even laten opwarmen. Nou, we gaan de remmen opwarmen. En de makkelijkste manier is natuurlijk gewoon remmen, denk ik maar. Ja, nou begin ik te ruiken. Het stinkt een beetje. Ja, het begint te stinken naar remmen. Ja, ruikt goed. Dat is natuurlijk nou door de wrijving van die remblok op die schijf. Ja, daar bouwt keiveel warmte op. Dus het systeem is nou goed aan het opwarmen. Maar ik denk dat we nog even verder moeten gaan. Ja, vooralsnog niks bijzonders. Want ja, als je dit met remvloeistof doet, dan gebeurt er precies hetzelfde. Maar laten we het nog een beetje verder opwarmen. Het nog altijd. Laten we even kijken. Oh, je moet daar kijken. Oh. Begint al goed op te warmen. Rustig rijden en dan de rem constant aan laten lopen. Dan voelt hij niet zo snel af. Zo, ik krijg er een lampbeen van. Wordt er meer wissel dan? Ja, we beginnen remdruk te verliezen. Oké, laten we kijken of die het nog doet. Ik denk dat we nu alleen nog remdruk achter hebben. Ja? Ja, ik kan de rem veel dieper intrappen nu. Ik denk dat we nog een paar keer zo moeten doen. Dat vind ik echt niet leuk hoor. Hij heeft al slechte zin van. Ik heb volle gas hè. Ik heb de hele tijd de rem erop. Als we de rem losladen gaan we snel veel harder. We rijden in z'n twee nou. Oh, we gaan harder. Ik heb de rem vol in. Uh-oh.
Oh jee! Ja, we gaan naar het dal! Ik ken de remmen! Oh, we gaan eraan! Remmen! Ja, ik kan niet meer remmen! Ik heb geen rem meer! Oké, okay. Nou in één keer remmen. Niks! Kijk eens, hier. Ik geef me nog een handrem. Die doet het nog wel. Die werkt namelijk met kabels. Hij doet het niet meer. Er zit dampbellen in ons remsysteem, denk ik, Dirk. Oh jee. Ja, dat is niet goed. Dit. Hadden we dan toch misschien niet moeten bezuinigen op die remvloeistof? Nee. Of hadden we dan toch meer op de motor af moeten remmen? Oh, je bedoelt toen we dat dal inreden? Ja, toen we dat dal inrijden. Ik zei nog, laten we nou niet de hele tijd gaan remmen. Maar jij zei wel, joh, daar zijn de remmen toch voor, anders gaan we veel te hard. Dus ik wil daar remmen. Toen was het over. Maar eigenlijk ben ik wel blij dat het klaar is. Je bent er een beetje ziek van geworden, hè? Ik vond het helemaal niet zo'n pretje eigenlijk. Nee, inderdaad. Het was geen. Ik werd er zelf ook een beetje onpasselijk van onderhand. Van die lucht, van die remmen en dan heel de tijd schommel. Die lucht van die remmen, die lucht kwam van jou af hoor. Nee, nou. dat waren die remmen, dat was ik niet, jongen. Ja, ik moet wel zeggen, het heeft verrekkers lang geduurd. Zo ja. Echt hè? Echt lang, ja. Ja, ik had eigenlijk wel gedacht dat die remmen behoorlijk snel op zouden warmen. Maar ja, dat duurt natuurlijk wel een tijd. Want ja, door die wrijving van die schijven, ja, dat warmt alles behoorlijk op. Ja. Maar ja, voordat die vloeistof eenmaal zo warm is, ja, dat duurt wel even, hè. Zo, dat was een geslaagde test, hè? Hey. Dat was leuk. Helemaal geen remmen meer. Hoe kan dat nou eigenlijk, als er water in je remsysteem zit, dat je dan op een gegeven moment geen remmen meer hebt? Nou, om dat te begrijpen is het handig om te weten hoe een remsysteem van een auto werkt. En daarom hebben wij hier een paar belangrijke onderdelen van een remsysteem. Nou, dit deel zullen de meeste mensen wel herkennen. Dat zit onder de motorkap. Dat is de rempomp. Dit is het vatje waar je remvloeistof bijvult. Haal ik er even af. Als je nou op de rem trapt, dan drukt jouw rempedaal tegen dit ding. En je ziet het al, hier sputtert een beetje vloeistof uit. Dit is een pompje. En die vloeistof gaat door een leidingje. En die komt vervolgens hier aan. Die gaat in dit leidingje. Dit is eigenlijk de remklauw. Die zit dicht bij het wiel. Zodra hier vloeistof inkomt, drukt hij eigenlijk deze twee remblokken naar elkaar toe. Waar hier zit de schijf tussen, die zit aan het wiel vast. Dus die klemt eigenlijk die schijf vast en dan remt de auto af. Ja, precies. Nou, en je kunt voorstellen dat die blokken die over de remschijf heen schuiven, ja, dat is natuurlijk wrijving. En wrijving veroorzaakt warmte. Dus als je gaat remmen, en vooral als je heel veel gaat remmen en heel hard, dan warmt jouw remsysteem dus op. Nou ja, en dan warmt dus op een gegeven moment ook die vloeistof op die erin zit. En nou hebben we hier dus remvloeistof staan. En hier staat bijvoorbeeld het kookpunt is 260 graden. Het kookpunt van water? Dat is 100 graden. En als je water gaat koken, dan krijg je damp. En damp kun je samendrukken en vloeistof niet. Dus wat er eigenlijk gebeurt, je krijgt dampbellen in je remsysteem. Ja, en op het moment als je dan op de rempedaal trapt, dan druk je gewoon die dampbellen samen. En dan gaan de remklauwen niet meer bewegen, dus kun je niet meer remmen. Tenzij je misschien een beetje gaat pompen, dan bouwt hij nog meer druk op. Drukt hij die lucht er een beetje uit. Dan zal hij wel wat doen, maar ja, niet echt zoals het hoort. Nee, inderdaad. Ja, en daarom is het dus ook belangrijk om af en toe je remvloeistof te vervangen. Om de 2 jaar, hè, wordt geadviseerd. Ja, inderdaad. Remvloeistof die neemt water op. Dus op een gegeven moment krijg je dus water in jouw remsysteem. En ja, als je dan vooral in de bergen gaat rijden of je gaat een beetje sportief rijden en veel remmen. Ja, dan heb je dus kans dat je dampbellen krijgt en niet meer kunt remmen. Hè? Dus vervang op tijd je remvloeistof. Zo, inderdaad. Ja, dus de conclusie is eigenlijk, water is niet echt geschikt als remvloeistof. Het gaat te snel koken, ja, en verder, ja, het veroorzaakt ook corrosie in je remsysteem. Wil je ook niet hebben natuurlijk. Nee. Dus gewoon remvloeistof erin, dat is nog maar het beste. Hey, heb jij nou nog een goed idee voor een test? Zet hem even onder in de comments. En misschien doen we de volgende keer wel jouw test. Hey, bedankt voor het kijken. En tot de volgende!